Vandaag 1 mei, feest van de arbeid. En wij staan hier in Zevenhuizen bij Ruud. Ruud, voor u staat er heel wat arbeid voor de boeg. Ja, inderdaad. Voor mij begint het vandaag allemaal. Vijf jaar geleden is het idee ontstaan voor naar Compostela te gaan. En nu, 5 jaar later, is het eigenlijk zover. Ja. Compostela, dat is niet zomaar een trip. Ik heb gekeken, 2300 kilometer. Zie je dat eigenlijk wel zitten? Ja, zeker en vast. Ik heb niets aan toeval overgelaten. Ik heb heel veel getraind. In het begin mij toegelegd op de afstanden. Dan vanaf begin dit jaar ook met het gewicht leren stappen. Dus ik ben echt wel goed voorbereid. Je doet het voor een goed doel. Ja, zeker. Ik wandel voor de VZW Dr. Bergen. Dr. Bergen is een cardioloog die overleden is in 2014. En zijn gezin heeft de VZW Bergen opgericht. Dat is eigenlijk voor kankerpatiënten die het heel moeilijk hebben om een dure kankerbehandeling te betalen. En daarvoor wordt er eigenlijk geld ingezameld. Je bent niet aan je proefstuk toe, want ik heb eens gekeken en gegoogeld. Je hebt al 19 keer deelgenomen aan de 100 kilometer. Ja, inderdaad. Ik ben in 2006 beginnen wandelen. En mijn eerste uitdaging lag erin om de dodentocht van Bornheim te kunnen wandelen. En die heb ik voor de eerste keer gewandeld in 2007. En sindsdien is het alleen maar toegenomen en mij elk jaar op meer en meer kilometers toegelegd. Ja. En nu een vraag die je waarschijnlijk al veel zal gehoord hebben. Waarom Compostela? Ja, Compostela, dat is eigenlijk iets dat leeft bij heel veel mensen. En veel mensen doen het om een verschillende reden. De ene doet het uit sportieve uitdaging, de ander doet het uit geloofsoverweging. Er zijn dan mensen die het doen om een nieuw doel in hun leven, met pensionering of zo, of voor een echtscheiding te verwerken. En ja, het is heel bekend bij de mensen en ja, ik wilde dat ook doen. Zijn er mensen die je kent die het al gedaan hebben naar Compostela gewandeld? Ja, en het afgelopen jaar, als het meer bekend werd dat ik Compostela ging doen, waren er onlangs zo meer mensen die ook zeiden van wij kennen iemand die dat gedaan heeft. En eigenlijk zijn er wel al veel mensen die het hele traject of een stuk van het traject gedaan hebben. Want het is ook niet eenvoudig voor dat in één keer helemaal te doen. Sommige mensen doen ieder jaar een stuk van de Camino en geraken ze ook in Compostela. Maar ik doe het van de eerste keer vanuit Zwevenhem. En dan vraag ik, nou, een rare vraag misschien, maar wandel je alleen of word je begeleid? Nee, helemaal alleen. Helemaal alleen. Aanvankelijk ging ik het samen met mijn dochter doen. Maar haar werkomstandigheden lieten het niet toe om mee te stappen. En daarom heb ik beslist om helemaal alleen te doen. Maar eigenlijk ben ik wel blij, want... zo'n afstand, je moet wel op je gezondheid letten ook. En zien dat je niet te veel doet. En dan kan ik eigenlijk goed op mijn eigen conditie blijven letten. Ja. Je doet het voor de VZW van Dr. Bergen. Wat probeer je te bereiken? Hoeveel probeer je in kas te brengen daarmee? Ons doel was om €10.000 bijeen te brengen. En eigenlijk met de start vandaag had ik graag aan de helft van het bedrag gezeten, €5.000. Maar daar zitten we al voor een heel stuk over. We zitten al over de €6.000. Dus het gaat goed en ik zou iedereen aanmoedigen van, ook al ben ik onderweg, niet stoppen met sponsoren. Echt blijven het goede doel ondersteunen. Wij blijven het ook ondersteunen, want je zegt al, ik ben onderweg. En als je onderweg bent, elke zaterdag, dan bellen wij je op van Wasabi FM uit de studio om er helaas te horen hoe je week is geweest. Ja, dat is heel fijn. Want denk voor het thuisfront en vooral de mensen hier thuis, dat het ook wel plezant zal zijn als ze mij een keer live kunnen horen hoe dat het gaat en hoe dat gaat met mij. Mag ik dan u veel succes wensen en misschien tot aanstaande zaterdag op de radio? Ja, zeker en vast. Dank u wel. Ja. Wasabi FM. Alles wat er leeft in de streek. En de hits. Eén station. De beste klassiekers. De grootste hits. Altijd en overal. Wij worden je heetste hitradio. 105.7. Wij draaien de hits waar jij van houdt. Your music. Your station. Wasabi FM.